jaar geleden dat Oost- en West-Duitsland zich verbroederden. Sommigen noemen de hereniging mislukt, anderen zien er ook grote voordelen in. Wat voor iedereen blijft is de herinnering, zo ook voor Friso de Zeeuw en Anna Hentze. In het DDR-museum in Monnikendam laten zij de geschiedenis van de Ossies herleven. Ik ben in 1985 voor het eerst in Oost-Berlijn, in de DDR geweest. En dat vond ik gelijk al enorm fascinerend. Een soort bordkartonnen werkelijkheid die daar was gebouwd. Duitsers onder een communistisch regime. Communisme, ver weg, Moskou, maar hier was het als het ware om de deur. Die fascinatie die is verder gegaan. Ik ben begonnen met het verzamelen van spullen. Eerst medailles die daar in ruime mate werden uitgedeeld. En geleidelijk aan heeft dat steeds meer verdieping en uitbreiding gekregen. Friso de Zeeuw verzamelt al jaren gebruiksartikelen uit Oost-Duitsland. Samen met zijn vrouw heeft hij zijn schuur omgebouwd tot een echt museum. Wat ik zou willen is die dik 40 jaar geschiedenis in dat deel van Duitsland, dat dat ook in Nederland levend blijft. En het is niet allemaal geschiedenis, want die muur is natuurlijk in de werkelijkheid wel weg. En er is als het ware een bulldozer door heel de DDR gegaan. Die het in sommige opzichten nu ook een eenheid laat lijken met West-Duitsland. Maar in de hoofden van de mensen is die geschiedenis nog lang niet weg. De meeste artikelen heeft de Zeeuw in Duitsland gekocht. Maar regelmatig komen er mensen langs om spullen af te geven. Waarom heeft u al deze spullen meegenomen? Omdat ik dit een goede plek vind om ze te bewaren. Want ik bewaar ze natuurlijk ook uit een soort van zekere herinnering aan mijn grootouders. En aan al die jaren die ik daar in de DDR ben geweest. Maar ik heb het gevoel, hier is iemand die is uit een hele andere hoek ook een liefhebber van dat soort artikelen. En ik heb het idee van dit is een goede plek. Het verzamelen, dat zit er wel bij een beetje bij me in. Maar verzamelen, dat doet je ook gelijk wat denken aan de dood. Want je verzamelt vooral voor jezelf. En als jouw bestaan ophoudt, dan zullen de erfgenamen het volgende doen. Die kijken wat is van waarde. Dat wordt naar de veiling gebracht. En de rest die gaat woensdag aan straat. En omdat dit inmiddels zo'n omvang en naar mijn idee ook wel diepgang heeft gekregen, ik zou het prettig vinden als dit ook door andere mensen wordt overgenomen. Je doet in die zin dan ook afstand van je bezit, maar dan zit er wel voortzetting in. Ja, en tot zover het nieuws van dinsdag 3 oktober.